Amsterdam zijn wij met z'n vijven, de initiatiefnemers uiteindelijk van de bewonersacademie, hebben zelf subsidie aangevraagd en wij ondersteunen bewonersinitiatieven door hun van elkaar te laten leren. Ja. We nemen niet zelf die initiatieven, maar we doen het wel helemaal zelf. Ja. En jullie, jij zegt ik werk bij de gemeente, ja. De bewonersacademie van Westvoorde. Die ja. Is door een stichting opgezet, ja. Wordt ook wel gesubsidieerd door de ja. gemeente. Wij worden niet direct gesubsidieerd door de gemeente is wel soms onze klant. Ja. Geen idee. Dat kunnen we zo aan David vragen. Ja. Waarom geen vieze gemeente? Zitten we bij de vieze gasten? Ja. David, waar gaan we heen? Nu gaan we naar het Pierkenspark en daar gaan we de uitleg geven over bij de vieze gasten, de kringloopwinkel en de ganse wijk eigenlijk. Van de schepenen, wethouder noemen jullie? Ja, wet. Ja. Die zeggen, oké, wij gaan daarmee in zee. Wij gaan daarmee samen gaan werken. Het mooie is dat dan dat eigenlijk de deur werd opengezet voor expertise van bewoners. Want er zat ecologische expertise, er zat een stuk ervaring rond de plek, rond de wijk. En dat werd plotseling aangeboord. En dat is eigenlijk een omslag geweest in het stedelijk beleid. En er zijn een hele hoop trajecten uit voortgevloeid die op participatie gericht zijn. De burgemeester die neemt zijn fiets en die rijdt hier rond. Die is hier opgegroeid ook, die kent deze wijk. Hè. En dus die gaat heel directe communicatie aan. Op het moment dat er een probleem is, dan stapt hij erop af. Wat je nu op gang hebt, heeft dat nog een bepaald doel waar je naartoe werkt? Moet dat heel veel groter worden? Of is het zoals het is en dat probeer je gewoon zo te houden? Is daar een beeld van? Wat de bewonersacademie betreft, het is niet zo dat dat heel groot moet worden, maar het is constant zoeken, en dat zal ook veranderen door de jaren heen, constant zoeken van al die talenten die er bestaan bij de inwoners zelf. Hoe kunnen we die connecteren met elkaar? En kruisbestuivingen, die zoektocht naar kruisbestuivingen. Mark was een van de vieze gasten, de meest vieze van de vieze gasten. Hij is helaas deze zomer overleden. We hebben hier onlangs een onwaarschijnlijke plechtigheid gehad voor hem. Nu, Mark, een wilde mens, hè, zegt tegen mij van, Stef, moesten we nu een keer een mozaïek leggen, hè, in dat park. Nu, gelukkig had ik een goed contact met de Groendienst door mijn acties in dat park. Hè, ook met de ontwerpers had kunnen samenwerken. Ik heb dat idee laten vallen bij een van die ontwerpers. Van, moesten we daar nu eens de mozaïek gaan leggen? En die ontwerper begint te tekenen. Zegt, ja Stef, dat gaat wel 179 vierkante meter zijn. Hè? Dat gaat echt wel veel zijn. En eigenlijk zijn we er dan gewoon aan begonnen. Hè? Zonder te weten of dat het haalbaar was om dit hier volledig rond te krijgen. We hebben een kunstenares gezocht die een ontwerp kon maken dat aansloot bij de atmosfeer van de wijk, hè. Zuiderse kleuren, hè. Er zitten veel mensen die uit het zuiden komen. En we zijn gewoon begonnen met het idee van, we zien wel waar dat we eindigen. Want iedereen kwam hier. Het was een project waar je ook geen Nederlands voor moest kunnen. Hè. Dus je kreeg iedereen hier over de vloer. En je kreeg al die verhalen kwamen naar boven. En verhalen waar ook de vieze gasten alweer mee aan de slag konden, waar dat trafiekmateriaal kon uithalen. Dus je krijgt een dynamiek doordat hier mensen dag in dag uit gewoon steentjes zitten te plakken. Dat is allemaal leuk wat jullie hier doen, maar je bent zo vuil en zo vies door dat lange haar. We hadden allemaal zo'n kop haar. Hè. En wij zeiden, ja, maar wij zijn ook vuil en vies. En dus hadden wij voor de gelegenheid, stond op het programma, Willem Vermaander kwam zingen, Wouter Buk kwam zingen. En dan stond er het allereerste, enige verrassingsoptreden van de Bubble Knubbel Corporation of Salt, Wow en de Whoopie INC, Vuile Mong en zijn vieze gasten, Audiovisueel Circus.
veel kleinere wijk, zou je eerst en vooral kunnen zeggen. Eigenlijk vormt Rabot een afgesloten driehoek. Zoals ik ga speed op mijn computer nog eens tonen, dan laat ik even rondgaan. Een afgesloten driehoek dat eigenlijk redelijk geïsoleerd ligt. Jullie hebben waarschijnlijk daarnet ook iets gehoord over het stadsvernieuwingsproject in de Brugse Poort. Daar heet het Zuurstof voor de Brugse Poort. Een zeer dicht bebouwde wijk waar men echt beluikwoningen heeft afgebroken om eigenlijk parkjes te gaan creëren en letterlijk zuurstof te creëren in de wijk zelf. Hier heeft de naam van stadsvernieuwingsproject is Bruggen naar Rabot. We hebben net een brugje overgereden, maar eigenlijk is deze wijk op zich vrij geïsoleerd, zou je kunnen zeggen. Hallo, ik ben Nele en ik werk voor de VZW, Sociale Kruideniers Gent. En de VZW is eigenlijk ontstaan uit een andere VZW, Samenlevingsopbouw Gent. Heb je daar al... Samenlevingsopbouw, daar heb je nog iets over gehoord. Ja, dus zeer kort, dat is eigenlijk een VZW die eigenlijk in Gent gaat werken rond armoedebestrijding. Dus zoals Evelien daarnet zei, er is hier in de Rabotwijk ook heel veel armoede. En daarom zijn we gestart ook met een sociale kruidenier. Zijn jullie al bekend met het concept van een sociale kruidenier of is dat helemaal nieuw voor jullie? Voedselbank? Ja, voedselbank kent iedereen meestal. Maar een sociale kruidenier heeft toch nog een ander werkingsprincipe. Dus bij ons is niets gratis, dus als jullie straks een keer rondkijken in de winkel, dus alles heeft een prijs, maar een lagere prijs dan in de reguliere supermarkt. Dus wij gaan eigenlijk de laagste prijs op de markt nemen en gaan daar nog eens 30% onder gaan. Dus mensen die bij ons komen winkelen, die hebben ook een pasje nodig, dus een soort bewijs die ze verkregen hebben via een OCMW, CAW, straathoekwerk of kind en gezin. Dus ze kunnen hier niet zomaar komen winkelen. Dat zou ook natuurlijk concurrentievervalsing zijn voor de buurt. Maar aangezien dat mensen bij ons iets betalen, gaan ze ook een stukje eigenwaarde hebben. Dus als je iets gratis gaat geven, word je eigenlijk ook een beetje afhankelijk van hetgene wat je krijgt. En in de sociale kruidenier merken wij dat mensen graag iets betalen voor hetgeen wat ze hier kunnen kopen, ook al is de prijs lager. En op die manier proberen wij ook mensen opnieuw te integreren in de maatschappij. Dus als ze niet moeten gaan eigenlijk gaan bedelen voor een stukje voeding en onderhoudsproducten. Wij willen dat een stukje doorbreken. Ja. Mensen zijn echt tevreden dat ze een extraatje hebben op hun inkomen, vervangingsinkomen, en dat ze dit kunnen spenderen in de winkels hier. Dus ik denk dat 70% van de torenkens uitgegeven wordt aan voeding en echt basisproducten. Hè. Dus, maar dat wordt dan niet opgeteld aan je inkomen voor de sociale? Nee, want zo komt het weer... Dat is een extraatje. Ja. Ja.